Hallo, goedemorgen. Is het tijd om op te staan? Volgens mij wel, hè. Goedemorgen. Dat is braaf. Zo'n brave meid. Wacht, hè? Goedemorgen. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Het is een beetje een late hallo, maar dat maakt even niet uit. Ik vond het veel te schattig hoe Skya goedemorgen zei. Skya is altijd zo schattig in de ochtend. Maar goed, dat maakt even niet uit. Wij gingen dus naar de camping vandaag, maar als eerste moesten we helaas werken. En als ik moet werken, betekent dat dat Skya ook moet werken. Dus hier zien jullie hoe druk Skya aan het werk is. En ja, daarna zaten we ineens in een restaurant, want we waren naar de camping. En nou ja, diezelfde dag hebben we eigenlijk niet heel veel meer gedaan, want ik was pas om 8 uur op de camping in de avond. En toen gingen we eigenlijk nog wat spelletjes doen en gelijk naar bed. En de volgende dag hebben we ook niks gedaan, een beetje bijgekomen, een beetje bijgepraat. En daarna gingen we dus naar een restaurant. En Skya ging mee. De hond van mijn ouders was ook mee, maar die is volgens mij nergens in beeld. Maar dat. Nou ja, die was er gezellig bij. Want in dit restaurant, dit is trouwens een heel leuk restaurant. Niet gesponsord. Maar dit restaurant zit zeg maar naast een bos. Dus wij gingen hier eerst lekker eten. En zoals je kan zien, ik had een lekkere hamburger. Jam, jam, jam. Dus nadat wij lekker gegeten hadden, konden de honden lekker naar het bos. Ik heb hier helaas geen filmpjes van gemaakt. Ik heb wel foto's gemaakt. Maar de foto's zijn ook niet zo heel goed gelukt, want ik had te weinig licht in het bos en het was natuurlijk al vrij laat. Ja, hier waren we dus bijna klaar met eten. En de Skya ligt nog steeds super braaf en negeer alle witte haren op mijn trui. Dat is wel een beetje het nadeel aan een langharige witte hond. Als je dan een soort kleding draagt, wat ik nog best vaak draag, dan zit je dus helemaal onder de haren. Maar ja, het is wat het is. En dit was in de avond. Toen waren we thuis, hebben we spelletjes gedaan en voordat we naar bed gingen. Moest Skya natuurlijk nog even uit. En hier waren we aan het wachten op de hond van mijn ouders, want die was nog niet klaar. En kijk nou hoe braaf ze zit. Ze blijft gewoon netjes zitten. Ik hoop dat jullie deze eerste campingvlog leuk vonden. Tot de volgende keer. Doei!